Hoi julle, ek weet julle het ons gemis. Ons gaan nou die part 2 doen van die question and answers. En die laatste vraag was gebeurd. What is the most important thing to do when the relationship is falling apart? Moet nooit opgeven op mekaar. Ja, ik zie en communicate altijd. Hij is altijd key voor mijn antwoord. Jij, Bikkie, je wil niet vragen om je te zien. Wat is die question over je? What is the most important thing to do when a relationship is falling apart? Keep it pushing. Mag je elkaar ook spice? Ik denk spice is necessary. Als het uit elkaar het valt, moet je niet voorzien. Because het gaan opeindigen multiple arguments. So, geef elkaar spice en what's meant to be will be. Zullen elkaar weer vinden en dan geloof ik dat het beter wees, nee? Okay, how do you know if you should keep fighting for someone you love, but just because of certain circumstances, you can't be together? Ja, want die pijn, wat zijn circumstances, dat is niet. How do you know if you should keep fighting for someone? Ik zal zeggen, als ik weet, hij is lief voor mij, en dan zal ik fight. Oh, wat zijn circumstances? Ik zal zeggen, like, als ik weet, joh, waarom wil ik nog eens zeggen? Ik zal zeggen... Ek sal sê, as jy jouself net sien met die persoon, like jy envision die future met die persoon, dan kyk, like, jy weet, jy moet veeg vir die persoon. Because nou let go jy die persoon, en dan trou die persoon met iemand anders, en dan is hulle nie reg lief vir mekaar, of jy trou met iemand anders, om te vergeet van die persoon. And then you don't even love that person. So ek denk jy moet veeg vir die een wat jy denk is the one. Nou met wat ander mense sê, nou wat ander mense gaan sê. Ek gaan altijd iets sê. When did you first realize you love each other, or was it love at first sight? Het was voor me love at first sight, because ek bier ek my gelijk met my afkop. Het was mos love at first sight. Je lieg. Ek sal sê, het was die love at first sight, maar het was crush at first sight. Ek het hem gecrush. En wanneer ek besef, ek sê vir hom, ek denk as ek hom amper verloor het, way back. Some years ago, when he was Anna. In the hospital, geleden, toe moet doodsbed. En toe het ek gedink. 2017. Ek het gesê a few years ago. 2017. Ja. Toe besef jy is lief vir my. Like ek is rarig lief vir jou. Ons punt van 2013. Hey man, ek weet, like ek was lief vir jou, maar het sê, when did you realize? Toe voel ek was toen, like, ek is rarig lief vir jou. Jy weet, jy sê vir iemand die is lief vir die persoon, jy voel die liefde. Maar hy punt waar jy kom, jy sê, jy ken nie die persoon verloor, jy is rarig lief vir die persoon. En hy is toe ek gevoel dat ek kan hom verloor, forever in my life, toe hy op sy deathbed geleed het. Ek die hele gang wel weer kom. Het ga jy nie sê nie. Ons ken hem wie hij story vertel nie. En is time eagles nie. Alleen. So ja, hij was toen ik nog realise, dat is nou rerig, is verrerig. Is jouw stroo als een pap gebuid is? Jij die stroo gebuid, die kou maar stroos. Promise, jij dit aangedrink, jy altijd toevallig sip, toe sê ek vir, hoekom is die ding so min? As jy was in gedachte, moet nie lieg, jy was in gedachte. Oké, is dit klaar, moet iets. En names, sê dat? Bion, Paige, Mercedes. Hoe is Paige? Nie Mercedes, sê. Paige, Peter Pan, Peters. Peter Pan, ja. En Autumn. Ja, is een slechte naam. Is hier een slechte naam? Autumn. Iemand zijn naam moet licious in het. Ons ken niet dat iemand die licious in het. Paige licious. Bion, Paige, Jaco. Jaco, je doet het niet. Okay, yeah. Who is more overprotective between the two of you? Ek. Obviously. Hy is baie protective, Shane. Ek neem as doen het like nice job, dude. Where would you like to travel together outside of South Africa? Bali. Ek like Indonesia. Indonesia is prachtig. En daar wil ek. Zoals in Paris. Paris. Savelle Paris. Ja, ek het ook iets lekker gebuid nou en ek dink jy gaan nog ene sien. Dis stiks nog. Dat is lekker, die lijk mis bergsloot. Ek wil Paris toe gaan, guys. I wanna go to France. Hey, ek kom sê vir die mensen gelijk snoot. Net toe denk mensen gelijk rerig snoot. Ek doen maar snoot. Moet nie lieg hier. Nee, jy beetje fiet. Do you got... Oh ja, sorry. Wat? Ek lag sê vir Frans van Paris. Savelle Paris. Oké, chakor. How do you guys plan on having children? Whoa, my hell! How
hou die huis. Want ze gaan hike. En ze zullen afbranden. Ik heb twee keer gelezen, do you plan? Nee, was hij nou, obviously niet. Wat is jouw favorite? Ik like hem in die ene. Wat is jouw favorite body part? Wat is jouw favorite body part van mij? Jouw mag? Nee, was? Mijn mag is al vet. Nou, is lekker. Hou eens zien. Kan ik eens speelbaar als een Play-Doh? Wauw. En mijne? Is de body part? Is de body part? Ik weet niet, maar het is misschien als de body part van zijn jouw body. Ik weet niet wanneer het aan toets. Die gewoon als die licht. Oké. Wat is jouw dream car? Ik weet, ik ken die car niet. Lamborghini. Lamborghini. Dat is mijn droom car is zo. Lamborghini truck. Pinstruck en een Tesla. Ik like een Beetle. Ik heet een Beetle. Ja, maar hij is mijn dronken rijden. Lamborghini, truck, Lambo truck, Pinstruck. Nou, wat kan ik like? En een Tesla. Geef van mij ook iets. Een Tesla is nou? Van mij. Oké. Okay. What inspire you the most about each other? Hoe kom denk je zo lang? Is ik inspirational veel niet? Ja, mijn chakon. Hoe zit je dit weg nou? Je spoeg mijn corona. Kom, wat is inspire? Wat inspire is me the most, you the most about me? Mijn personality, man. Is het al wat je inspire? Mijn personality is bright. Zo, jij zei nou mijn personality. Yo, my personality inspire, yo. Hij is zo bij aan de goede. Nou, ik hoef niet zelfs de mensen in de personality, chakon. Wat voor like, motivering en georiëntatedness, ambitiousness. Any procrastination inspire me ook. Hoe kom van als ik procrastinate? Ik krijg nog steeds een job dan. Ik werk beter als ik... Als, ik op, als je op tijd is. Nee, als ik aan de pressure is. Wat inspire mij van jou? Wat is jou van mij? Wat mensen kennen mezelf zo die vindt, zoals jij mezelf die vindt. Dus ik kan niet opstaan voor mezelf. Zij recht. Ik kan niet opstaan als mensen pik op mij niet en hij kan het doen. Toen jullie matching tattoos gekregen hebben, wat er beloftes het jullie gemaakt en gloe jullie dat het door 10 jaar nog steeds zal samen is. En wil mijn chap af gaan branden. Als het. Wacht, laat ik het explain. Die ding is die ons die matching tattoos gaan maken en gezegd. Ons gaan voor eeuwig samen blij. Ons gaan nooit mekaar los zien. Want dit is die tattoo meen niet dat, die tattoo meen niet, dan zit de bond voor eeuwig. Als een tribal band, dat betekent unity, zo en zo. Zo ons, zo regardless. Hij was die promise, dus is maar niet ons als een bond, een unbreakable bond. Exactly. Oké, okay. Kom maar weer naar mij aan. Ik heb gewoon een was een van jullie al naar Makoland? Dus was nogal nog niet aan mij. Wat is naar Makoland en Mobia? Ik weet niet waar ze zitten. Nope. When will you guys... Wat is nummer bij I really don't know. Ik ga niet zeggen nummer bij jou. Klik ik dobbie. When will you guys have a meet and greet in Cape Town? Ons weet die wanneer ons kan travel. En ja, misschien is ons daar dan zal ons like, zeggen wat ze zien. How you trash Shakur after? How, what he did to you? Do you think about it still? Ik denk nog steeds aan het nou lijkt. Dan kan al die goede wat ik ook al gedaan heb. En ik regret het. How you trust Shakur? Ik trust hem nog heel te maken. Trust een geantwoord zo. So. Give it to me, baby. Why do don't Amber wear rings? Waar is er een Amber? Waar? En ik kan mijn jewelry box. Waar? Niet nou wijs. Ik heb het gaan punt. Ik heb nou een praat dat ik gekregen en ik heb dat verzet. Would you rather have all your secrets come out every time you fart? Or would you eat worms? Hoe proe worms? Zo ik weet. Ik zal liever poep. Je weet hoe voelt dat je niet poep kan krijgen. Nou, je mensen nou, je voelt alle net zo. Zal jij aan een poep aan komen secret uit? Ja. En nou met elke poep. Maar jij poep bij je. Maar geef het bij je secret zie. Roer het dan? Ik zal een earthworm proeven.
Jy sal maar gaan baie secrets. Ok, fine, ek sal my secrets sê dit, en dan gaan dit stop, en dan naks my nie. Nou ja. Dan poep ek nog steeds. Maar poeper. What do you love the most about each other? Your eyes and a smile. Joch, ek lyk jou oor, jy weet ek lyk oor. Jy weet ek lyk oor, hy is die eerste ding wat ek wil gesê. Jy gaan jou altijd lieg nou. Sy gaan jou altijd lieg nou. Knoop los, my man. Oké. Wat lyk ek die meeste van jou? Ek lyk Shakur Sags en te gentle kisses. Jy gee my meer gentle kisses. Jy mag die song in die video sien. Jy gee my nie gentle kisses sien. Shame. Hy moest netel gee, man. The streets is nice. Hoe kom weer in een verhouding na al die stier? Jo, is een naak, is het niet? The streets is nice. The streets is nice. The streets is nice. Maar verhouding is beter. Hoe kom is een verhouding beter? Van mijn is beter. Onsen is beter. Al die streets. Ik zou zeggen, die streets is floppen nice. Nice. En hoe kom weer een verhouding naar die sier? Because ik heb nooit die thuis geweest van die streets. En toen ik die streets getuist heb, toen heb ik nog steeds gelang naar die verhouding. Die streets zijn safe. Dat is niet beter. How is love? Colorful. How is love colorful? Ik weet die. Ik zie het colorful. Die vraag is how is love? Ik personify het. How is love for you with personification? Nee, jy man, Shakur, jy is kreatief. Ek weet nie. Hoe is liefde gepersonificeer? Is breathtaking. Wow. Wow. Afweer, wat is goed af die? Moet ek om liggie. Do you think what happened in the past was needed to make you realize what you want? Perso. Ek dink dit was nodig om te gebeur het om ons te laat realize. But it is what it is and it was what it was and we move. But ek dink dit is beter gemaakt van iets wat we skill. Let's go on, fam. Does Evolutions get along with Kurki's family and how do they treat her? Yes. Ek sien hulle nie eindig baie nie, but hulle treat my nice, sy ma. Treat my nice, my pictures are gaan nie huis in, en ek kan nie onthou dat enige een actually van hulle my gedisrespect het ooit nie. Baie die eten sê, Shakur? Hulle het die, en sal ek voel hulle treat my nice. Okay, how does he make your soul feel when he is in your presence, or even when he surprises you? Hy laat my siel voel soos sunscreen. Oh, Leans. Describe it, do it so mooi. Hy laat my siel whole voel, cause as ek kom sien, alles ek hoe naar, of hoe kwaad, of al hoe is my dag, as ek kom sien, dan like, dit is hoe ek voel net, kan jy my net een drukkie, en everything will be alright. En jy beheer het, Shakur. Sê dit. En as jy my surprise, like, ek expect dit nooit, so, as dit eventually gebeur, dan kijk het los me in oog. So ja. Ga je nou nie eten? Ga je nie bands nog stil ruiken? Ek is volgende. Ik moet nie eens te rood nou. Man. Do you guys poop together? Yes. No. Ja. Maar laat ons samen gepopo. Of is die nie lands aan een boot, een bootie? Like, yo, hy is al crazy! Imagine and love it. Het is al kwaaies. Is die maal? Het is morsel. Okay, what happened to Koer's nose? Ek denk dat we een individual video doen oor dit. Hy sal nog al een kwaai video sê. Ek is ons praat oor dit. As jy oor het wil praat. Nee, maar ek wil oor het praat. Okay. Wat is een sky, soos is van merk aflijk. Kan ek terug sê nie, die mense waar ek kan sê nie. We've seen your parents when are you guys spending the day at court? As ons eerst om my ma gaan betaal. Sy is nog skame, but ja, hulle sê. Hulle sê skame in hulle eie mense nie, maar met alle mense sê hulle skame. How did you meet by die kerk? Sond het chat, Shakur wil my gemeet. Dit gemeet in die kerk, en by die kerk, voor die kerk. Dit moet daar afgekry. En, hulle mek daar nie.
Hij moet in onze relationship met snacks beginnen. Like, it's weird. But anyways, do y'all know? Dit wordt zeker ook spicy gemaakt. Ik ben opwindend, man. Lijkt niet dat je ons kind nog in elkaar in, want ze samen zijn nou moenens. Oh, ze hebben elkaar gekend en ze hebben niks van elkaar. Dus imagine niet in staat om iemand te date en je kent die persoon niet. Je kent niks. Hij is snaai. En nee, jy moet het liefst meeste van goed te raak, jylle vrienden, jylle is bald af, jylle raak verlief. Ons is jylle verlief, jylle is dit gespun. Do you all know and respect each other's worth? Ek voel meer nou, ek het die, jou gerespect, jou worth en nou. Jy weet mas ek het die, maar ons doen het nou, doen jy dit nou? Ek doen het al die tijd. What makes you special towards each other? Ik ga samen een question. Oké. Would you rather stop using the internet or stop using the oude rand? De internet geeft me gejaagd, ik zou mij niet spijten. Je zou mij rijk. De oude rand is niet perfume, nee. Of rollen of spray. De oude rand is rollen, imba. Of spray. Ik krijg die oude rand spray. Nou? Je kan het niet gebruiken. Ik ga je niet meer vragen, like social media, man. Woep! Ik denk jullie. Ik zou mij niet eens wassen. Je lijkt naar een wassen. Oké, Shako. Dat is mij in de camera. Doen, Mossie. Maar laat je was gisteren. Vanochtend vroeg. How did you guys like the terras? How did you guys like the terras, baby? De terras moet nog een. Jij? Hoe die jy my trust? Hou die korrie gang jou trust. Ja, hoe die jy my trust die gang. Ek kan misschien voor jou besluit die ek weet nie stress in my nie. Jy het gaan nie so nie. Hou dit jou regain. Hou dit korrie gang jou trust, my trust, hoe die jy my trust die gang. Jy moet het antwoord. Wauw, juffrou. Joh. Ik heb nog geen trust. Nou ja. Oké. Do any of you guys have any weird obsessions? Ja. What's my weird obsession? You know what am I going to do now? Copies. En me like copies, hoor. Zo, oh, Antje, ik kan ze jaren. Enige copy wat ze nou. Moet ik komen liggen, special copies niet. No. Smiley copies, hartweer copies, emoji copies, intie copies, in bakoe, maar goed, ik ga nu nog trekken, op, ze swipe. En wat nog, maar ik hoef ik altijd nog, zo misschien zo breed te gaan. Kalles, notepads. Highlighters, ja. Why notepads? Stickers goed, highlighters. En slippers. Slippers en slides. Twee dafsepen. Is die obsession met moeders? Nee, ik meen niet met een koor. Nee, is die kopjes is op mijn obsession. Nou, kan je Shakur nu mijn arm bezig hebben met mensen te zien? Wat is jouw obsession? Ik. Dat is moest. Yes, girl. Lief, jou. When you guys... Yo, jij wil net eens moeten anders gaan met maas zeggen. Oké. Leer koor jouw darm die ins en outs van moslim wees. Nou. Hoe kom leer je mij niet? Ik denk dat ik nooit interesse zou hebben. Nou, je zou nooit interesse. Maar ik praat aan mij ook een nala goed dan. Wat is dat, een nala? Shukran. Poep nou. Die poep wil eigenlijk niet te hafen. Hoor wie praat. Oké. What's your favorite couple YouTubers? Ice Family, like ik. Jij kijk je couple zien. Ik like die Ice Family van mij als hulle goals. Wat is hun naam? Ik het hulle maar nou recently wat ons begin YouTube. Toen kijk ik hulle staf en als gevolg van hulle video's voel ik like het wel nice is om like zo gehaald te maken. En staf te doen. If there was two things... If there was two things you guys would do over, what would it be and how would you do it now? Ik zal er iets voor doen. Ik zal het niet. Dus ik voel ik het geleerd. Hou op mijn antwoord. Maar hij is die ware. Je moet goed te deur gaan om te leren. Hij is de beste experience.
Who gives the best massages? Me. Dan laat ze mijn massages. Nou, die is zo eerlijk, man. Ik ga nu aan het zitten aan de Bijbel. Dan laat ze mijn massages. Ik doe massages. Hij tekenen voor ogen. I'm the girl. Shakur massage lekker. Dan laat ze jij mijn massage. Gister. Dat ik daar op de bank geleerd. Hij was hier gister. Was het? What's your biggest fear? Do you did you do the big chop? Would you encourage anyone to do it? Yes, girl. Go for it, girl. It's the working. Oh, op van mijn mond, kefie, ma. Ik zal het encourage, die big chop, definitely. Because als je haar een stukkend geweest hebt, zoals mijn een stukkend geweest hebt, mijn haar heeft bij je gegrouwd en het is bij je healthy. And it's just looking lovely. Ons kom bij die einde. Amber, why are you not ready for Shakur to ask you to be his girlfriend officially? Because I'm on home bewijs. I'm on home stier bewijs. Ik wil nice things hè. Op Insta. I want nice things. I want to see you on my birthday. Wat gaan jullie lopen? Je leek is excited. Ons doen mannen die trekken. Volgende week donderdag. Volgende week donderdag. Woensdag. Ah, woensdag is mijn pre-party. Wat is het donderdag? Dan nog eens een pre-party. Mm, nee, in de volgende weekje. Als. De barbecue is de volgende weekje. Pre-party is volgende week, dan hij next week, dinsdag. Als een birthday. Als mijn birthday, Korkie. Ja, is dat wel lekker. Je lijkt eens weer te doen. Maar ik moest weer party pikken, zo goed te gaan krijgen. Nee. Hoe voel jij? Is mij, ik heb de opgemaakte question. Ik raak oud. Huh? Hoe voel jij, woordelijk? Je raakt me zo oud. Je raakt me mooi. Als je ouder bent, raak je mooi oud. You like so many. Nee. Oké. Okay. When are you guys coming to Cape Town? Als ons gehaald heeft. Als jullie onze video's kijken, gaan we naar Cape Town komen. Kijk onze video's, we gaan ons gehaald maken. And then we gonna come to Cape Town. Okay, do you guys listen to Pop Smoke? He's on Pop Smoke langs mij. Ooh, woo. Ooh. Fucking hurt. Okay. How old are you guys? I am 15. 15? Serious? Ik is 22. Ik is. I'm 22. What's that? Sam 22 is what I meant by saying. So there you have it. So it was nice. Weer eens baie dankie Nadira vir die heerlijke kos. Ons ken nie alles opgeredet. Ek is beloofd. But it was stunning. It was loving and new. It was lovely. Alles was divine. Ek sal julle aanmoedig om kos te koop. As julle in PE bly, plaas julle order. Sy doen op. Sy bly in Gavendale. Gemsbok. Ja, en sy doen verkoop op Vrydag en sy gaan van Sondag af ook, dink jy my. Ja. So as jy wil, ons gaan daar information los in al twee die video's in description box. Says, you gotta order jylle. Ek voel so, ek gaan lekker vet raak. Ek dink ons moet order soon. Nee? So dankie vir die voedsel wat jy vir ons gegee het. Deel dit was vir gratis. Free by Nadira en ons is, my nie soos jy net nie hoor. Het is stunning kos. Ek, as jy dit self maak, you can cook al. You can cook jou. So, baie dankie vir dit. En dankie dat jy die video gekyk het. Onthou asseblief om te subscribe na ons channel. Asseblief. En ja. Dankie. En drop jy comments below. As jy enige suggestions het van enige video wat jy wil sien. Ons gaan het lees. Ons lees al jy comments. So ja, baie dankie vir ons al twee af. Yes, it's up from you. Hey, kan jy sien? Ek wonder ek jylle gesien wat ons aan. Jo, my broek is los. En jy moest dik geëet. Hey, jy trap die ding om jy. Sien jylle wat ons aan. It's up from here. So ja, baie dankie vir die support en alles. Bye jylle. Goed ons liep jylle. Bye guys. Bye. Super.